Hi, ik ben Willem Alfenaar en ik ga je vandaag iets vertellen over een elevator pitch. En ik ga eigenlijk laten zien hoe in mijn ogen, volgens mij, iedereen een goede elevator pitch kan maken. En dat werkt puur door het aanbrengen van een eenvoudige structuur. Als je elke elevator pitch nou eens begint met het vertellen over de herkenbare situatie. Oftewel, ik kan heel goed schrijven, zoals je ziet. Ik typ eigenlijk altijd. Begin je pitch met iets wat iedereen snapt. Bijvoorbeeld, ken je dat? Schrijf op een whiteboard dat het altijd scheef is. Ik noem maar even een voorbeeldje. Het tweede is dat je gaat vertellen wat jouw relatie is tot die situatie of tot dat probleem. Dus het onderdeel wat je behandelt is jouw relatie. Het idee hierachter is dat mensen snappen waarom jij daar staat. Dus met het eerste pak je hun aandacht en ze denken, hé, dit gaat over mij. Tweede ga je vertellen, ja, en ik ook. Dus ze denken, dat is er één van ons. Drie is dat je gaat vertellen hoe je ermee aan de slag bent gegaan. Oftewel, je gaat vertellen wat jouw proces is geweest. Hoe ben je van die situatie en jouw geval daarin, hoe ben je gaan kijken van, goh, wat is er nou voor oplossing? En dan komt inderdaad, zoals je al verwacht, de oplossing. Oftewel, jouw product of dienst. En nou is het gave dat als je dit volgens deze manier hebt gedaan, dat mensen jouw oplossing of idee ook eigenlijk een logisch gevolg vinden. En eigenlijk precies levert wat zij zoeken. Maar wat heel veel pitches missen, en dat vind ik echt een essentieel dingetje, is dat je afsluit met iets heel belangrijks. Namelijk wat jij wilt dat de mensen die net naar jou hebben geluisterd, wat ze ermee doen. Oftewel een call to action. Als ik nu deze methode even toepas op bijvoorbeeld de elevator pitch zelf. Ken je dat wel eens dat je een elevator pitch moet gaan houden, maar niet weet waar je moet gaan beginnen? Nou, ik had het ook. Ik werd een paar keer gevraagd om een elevator pitch te gaan doen en ik maakte ellenlange verhalen en ik kwam maar niet tot de kern. Dus dat ben ik op een gegeven moment gaan denken, stap 3, van hoe kan ik nou zorgen dat die elevator pitch, dat het klopt. Hoe zorg ik eigenlijk dat ik mensen meeneem in een soort van trechter. Dat ik mensen meeneem in mijn verhaal. Dus toen ben ik deze methode gaan ontwikkelen. Ik noem dat mijn 5 stappen elevator pitch methode. En ja, als je denkt, goh, die vind ik gaaf, daar wil ik meer over weten. Nou, zet dan een like onder mijn YouTube. Dat is de call to action. Zo werkt een elevator pitch. En hiermee kun je werkelijk elk idee, elke dienst, mits het natuurlijk aansluit bij de toehoorders waar je voor spreekt, kun je naar binnen fietsen. Dus iedereen kan een elevator pitch geven. Dankjewel.